kan RKC voor een verrassing gaan zorgen vandaag. RKC dat dus nog geen enkele wedstrijd won. En RKC dat 2 punten minder heeft dan de nummer 17, Fortuna Sittard. Maar zeer waarschijnlijk toch vooral naar de nummer 16 kijkt. En dat is ADO Den Haag. ADO heeft 5 punten meer dan de formatie uit Waalwijk. De opstelling van RKC dus met 4 wijzigingen maar liefst. Kwast een keer terug. Hans Mulder heeft een basisplaats op het middenveld en in de voorhoede. Dan zien we voor het eerst de 21-jarige Belg Lennart Daniels. En ook Dylan Vente heeft een basisplaats gekregen van Fred Grim. Leonid Slutsky kan nog niet beschikken over Gong, Musonda en Blackman. Maar hij heeft wel voor het eerst bij de selectie Eli Dassa, een Israëlische vleugelverdediger. Maar die zit op de bank. Wel de eerste basisplaats voor de man met rug nummer 20, Noah Dikko. Een Franse Malinees. En dat gaat eigenlijk ten koste van J-Roy Grot. Goede start dus van het seizoen voor Vitesse met 14 punten uit de eerste 7 competitiewedstrijden. En wat kan de ploeg van Slutsky vanmiddag laten zien? Hier in Waalwijk. Rechtsback Gari speelt de bal terug op de keeper van RKC, Etienne Vaase. Bazour. Tanane. Dat is een behoorlijke misser. En Linse is hier al met het doelpunt. Dat is snel. Na 46 seconden. Maar de vlag voor buitenspel is omhoog. Dus het feest gaat niet door. Voor Brian Linse. Maar wat gaat er dan al veel fout hier? Het lijkt inderdaad buitenspel te zijn. Voor Linse. Maar zoals Meulensteen naar die bal toe gaat. Dat verdient geen aanbeveling. 13 jaar geleden. Won Vitesse hier voor het laatst. 2006. Bazour opgejaagd door Mulder. Bazour heeft even last van zijn bovenbeen. Danilo Doekie met de paas. Richting Bero. Tweede bal is voor Linse. Daar is RKC dan onzorgvuldig in. Clark. Bero. Het levert een kans op. En het levert ook bijna een doelpunt op. En dat doet RKC zichzelf hieraan. Matas. Dikko. Eerste aanvallende actie van hem. Mooi verdekt geschoten. Hij raakt de lat. Andermaal is Vitesse dicht bij de openingstreffer. Eerst al Bero net naast. Nu Dikko de lat. Ze komen steeds dichterbij. Het is geen verwoestende knal. Het is een beheerst schot. Vaassen komt er niet aan. En hier komt de volgende kans al voor Dikko. En nu zit hij er wel in. En nu blijft de vlag voor buitenspel omlaag. En heeft hij zijn doelpunt. De paas van Bero. Dikko inderdaad niet buitenspel. Krijgt toch veel ruimte van Meulensteen. Eerste basisplaats, eerste goal. Dat doet hij goed. De huurling van Hul. Noah Dikko. Eindelijk is RKC op de helft van Vitesse. Hoekschop, Clint Leemans. En daar kwam Mulder. Bal weggekopt door Obispo. Nog eens Leemans. Terugleggen. Daniels. Goeie bal. Bijna Mulder. Nog eens Leemans. Vitesse even in de problemen. En eindelijk is er ook wat strijd te zien van RKC. Wel een overtreding uiteindelijk. Van Lennart Daniels. Zwakke trap ook weer van Etienne Vaase. Als het zo vaak misgaat, is het toch ook gewoon een gebrek aan kwaliteit. Voorzet Bazour. Ook nu is het uitverdedigen weer erg moeizaam. En krijgt Linse de kans.
maar Linssen schiet wel recht op Vazor. Wat een slappe hap bij RKC. Dat verwacht je toch niet als je stijf onderaan staat. Oh, volgende misverstand. Nou, wordt het dan nu al 2-0. Dikko laat de kans liggen na het misverstand tussen Delcroix en Vazor. Ik kan me toch voorstellen dat Fred Grim helemaal gek wordt langs de lijn. Leemans. Voorzet eruit gehaald door Clark. RKC is weer eens in de aanval. Leemans. Aardige bal richting Spierings. En dat is in ieder geval een kansje voor RKC. Kopbal tussen de palen van Stijn Spierings. Kwasten wil een vrije trap, maar... Het is natuurlijk niet echt een overtreding van Danane. Dus mag het door. Danane. Je weet ook bij een scheidsrechter als Bas Nijhuis dat er niet zo snel wordt ingegrepen. En nu hebben de spelers van RKC onderling ruzie. Kwasten wilde daar al zijn keeper te lijf gaan. Maar het geeft de sfeer wel aan hier in Waalwijk. Wat is dit voor bal van Spierings? Matas pikt op. Vazor is te laat. Hier komt Dikko. Wordt het dan nu 2-0. Dikko langs Delcroix. De hoek lastig, te lastig. Zo laat Vitesse toch ook nu de kansen liggen om op 2-0 te komen. Gaat gewisseld worden nu al door RKC. Nieuwpoort gaat in de ploeg komen. En dan zou Kwasten er wel eens vanaf kunnen gaan. En dan heeft dat natuurlijk van alles te maken met dat akkefietje van zojuist. Grim. Grijpt meteen weer in. Kijk, dit is die situatie waarbij Kwasten hoopte op een vrije trap. Ja, hij doet ook helemaal niets, Tanane. Dus is het logisch dat Nijhuis door laat voetballen. Goed balletje van Spierings. Elbers met de kans en wat doet Nijhuis? Die geeft een penalty. Overtreding en de bal gaat op 11 meter. Dit is wat RKC nodig heeft. Gele kaart voor Lelieveld. Vasthouden, zo geeft Nijhuis overduidelijk aan. Er lijkt me met de voeten meer contact dan met de handen. Want echt vasthouden doet Lelieveld niet. Ik vraag me überhaupt af. Of het een overtreding is. Is er ook twijfel bij Nijhuis? Hij geeft toch gewoon de penalty aan RKC. En wordt het zelfs rood. Een directe rode kaart voor Lelieveld. Daar waar hij toch een poging doet om de bal te spelen. En dan is geel toch voldoende. Vitesse verder met 10 man. Opmerkelijk. En een gouden kans voor Leemans om gelijk te maken vanaf 11 meter. Clint Leemans. En het is 1-1. De strafschop vrijwel door het midden. En hier nog eens de aanleiding. Daar wordt wel een poging gedaan om Elbers vast te houden. Maar eigenlijk lukt hem dat gewoon niet. En in het vervolg de strafschop benut. Zo kantelt deze wedstrijd. Dan staat RKC nu niet alleen naast Vitesse. Het staat dus ook met een man meer op het veld. Daniels. Waarom geef je hem niet wat eerder? Oh, dat is een goede bal op Elbers. Daar is de eerste kans voor RKC om op voorsprong te komen. Voor Stanley Elbers. Hier komt de hoekschop van Tanane. En de missen van Vazor verrast eigenlijk iedereen. Mooie opening. Bazour op Dassa. Tanane. Enthousiast. Hé, wat is dit dan? Nijhuis staat er vrij ver van af en zegt hoekschop. Daar waar de supporters van Vitesse en ook Slutsky langs de lijn roepen
dat dit een strafschop moet zijn. Op goed geluk een beetje. Tanane, maar wel snel. En van zijn sokken gelopen daar. Door Elbers. Tanane. Fantastisch voor de goal. Grot bij de tweede paal. Tanane. En dan wordt hij hier wel geraakt. En is het er dan binnen of buiten? Tanane zegt het is in het 16 meter gebied. Maar Nijhuis zegt ik leg hem er buiten. Waar is het raakmoment? Op de voet in het strafschopgebied. Ik denk dat dit een penalty is. Een penalty voor Vitesse. Ja, strafschop. Dat kan niet anders. Na die voortreffelijke actie van Tanane. Met nog een kwartiertje te gaan. Tanane. En opnieuw staat Vitesse op voorsprong. Overtuigend binnengeschoten. Eerste doelpunt van het seizoen voor Tanane. Het is echt de laatste aanval van de wedstrijd. Bakari. Extra tijd zit er al op. Door de benen bij Grot. Dari. Zonder overtuiging. Tahiri. Misschien nog één kans. Maar Pasveer heeft de bal klem vast en dan is het gedaan. En wint Vitesse ook in Waalwijk. En kent RKC de slechtste seizoenstart in de Eredivisie in de clubgeschiedenis. Met 1 punt uit de eerste 8 wedstrijden. Na de rode kaart voor Lelieveld en de benutte strafschop van Leemans had RKC uitzicht op een resultaat. Maar het is knap van Vitesse dat ze met 10 man uiteindelijk toch gewoon winnen hier in het Mandenmakersstadion in Waalwijk.